Volle bak in het Tilburgse Midi-theater bij de presentatie van alweer het tweede boek over Johan van der Velde. Een van de meest legendarische wielrenners die Brabant ooit heeft gekend. Ik heb natuurlijk twee meegemaakt bij rally. Nou, daarom zit ik ermee mee gelachen soms. En een wereldkampioenschap. Dus voor mij is het eigenlijk een concurrent geweest en verschillende keren een ploegmaat geweest. Johan era una brava persona perché stavamo bene nel gruppetto quando c'era da aiutare le persone. Sempre nel gruppetto era sempre uno che si dava da fare, perciò abbiamo lottato anche un po' per la maglia ciclamino al Giro d'Italia. Iedereen weet dat hij heel erg diep gezonken was, maar wat voor een mooie overwinning maak je als mens dat je kunt tonen aan je kinderen, aan je buren, aan je familie, aan je medemensen dat je naar een heel groot dieptepunt helemaal weer tot aan de top stijgt om als mens een voorbeeld te zijn. In bijna iedere anekdote komt het terug. 1988, de krankzinnige Giro-rit over de besneeuwde, onbegaanbare Gavia. De rit die wij samen daar op die Gavia hebben meegemaakt, na die tijd veel over gehad. Worden we nu continu nog aan herinnerd in de sneeuw in Italië. Lamme arm, sneeuw. Het zijn toch wel dingen die je samen hebt heb meegemaakt, zeg maar, die altijd een rol blijven spelen. En de grote ster zelf, die is zo trots als een paal. Als je dan hier bent en je ziet dan Joop Zoetemelk en je ziet Guido Bontempi, ja, dan word ik al een beetje stil van, ja. De Speer van Rijsbergen van John van Ierland is vanaf vandaag te bestellen.